Merci. Goed. De wedstrijdbal waar hedenmiddag mee wordt gevoetbald is geschonken door de heer Jan Muizer, waarvoor onze hartelijke dank. Ja, dat doet er los, hè? Nee, dat je zegt op mijn ding. Ik bedoel, dat je niks op mijn ding, hè? Ja, come on, boys! Ja, die telefoon is tweede klasse beslist. De wedstrijd tussen HMSH houdt moedig stand, de nummer 1 op dit moment. Achterbal! Met de tegenstander Nieuwkoop staat op de tweede plaats. Eén punt minder, maar ook een wedstrijd minder gespeeld. Dus virtueel is het dit nog de positie inneemt. Domweg, omdat het een minst aantal verliespunten heeft in deze competitiestand. Dat is de ingrediënt. Ja. Mijn man. Dan de combinatie met Lars de Jong. Lars de Jong die dan de mogelijkheid krijgt, maar de bal op is. Kinderlei! Hoe is dit? Ja, waar zit hij voor mij?
Kom op! In de schapen. Je moet normaal doen, zei je vee. Jongens, kom op, houden. Kom op! Kom op, Ivan! Ja. Pak hem op, Lars! Ja, kom op, Ivan! Goed! Oké, want ik zit met, ik heb mijn eigen retour weggehaald, dus ik hoorde blij dat je op een prima manier afgedaan, zo moet ik dat zeggen. Dan is het HMSH in de Albertit, linkerkant van het veld, de combinatie zoekend, Zakaria Saloum, degene die aan de linkerkant van het veld de opening zoekt bij Bayram Sarilkan, die heel slecht niet voor de goal krijgt bij Nieuwkoop. Nieuwkoop daarentegen dan ook weer wat minder uitverdedigd. Bij de middenlijn daar Lars de Jong moet corrigeren, maar dan is het alle vrouwen eerst de kinderen die hebben gegeten. Met het Fabian Kranenburg met het echte bodyvoetbal. Rost hier als het ware door de verdediging heen van Nieuwkoop. Maar komt niet verder dan de laatste linie. Toch aan de rechterkant van het veld. Met diezelfde Kranenburg dan naar een afstand kan er geschoten worden. In tweede instantie mag er nog een keer geschoten worden. Maar dan is het Koolwijk die de bal voor de goal bij Nieuwkoop weg speelt. En dan is het Glenn van de Nieuwenhuizen die echt als een tank, als het echt zonder enige respect voor de tegenstander door de verdediging heen wil. Door Ruben van den Berg, die een paar minuten geleden in de fout ging. En de bal heel even bij Jeffrey van der
Door HMSH. Eigenlijk is de hele wedstrijd nog niet zo heel erg. Het enige die wat laat zien. Heeft de stand is Nieuwdorp en Kranenburg. Die vooral fysiek, maar voetballen kan die eigenlijk ook niet. Wel zijn mannetje staat. Is het Nieuwkoop die hier de voorsprong neemt? Een Richard Douw als trainer die echt wezenlijk uit zijn dak gaat. Dat is de enige partie. Ja, inderdaad, die is helemaal gek. Kom broertje, eentje! En toen gaf die gasten gaan, we begonnen toen te duwen tegen de GVD helemaal niet. Dat is een thuisgek! Voor mij rijdt die hier ook. Ja, want dan hebben we ook weer de prijs voor de scheidsrechter ook helemaal. Ja, dat is gewoon niet wel heel veel vertrouwen, dank je. Ze zitten niet zitten, dat doet er geen fluit. Wat moet hij er aan doen? Ik heb hij niet. Wat een mooie vrije trap. Ik heb hem niet meer. Ciao, ciao. Maar Remco. Ja, hij wordt er wel even niet. Achterin Remco. Ja. Hey, 16 meter! Was er nog geen terug uit? Remco staat helemaal niemand bij. Goeie pas. Staat helemaal niemand. Nee. Jongens, kom op! Kom nou, Wim! Ik heb een nummer! Ik heb geen idee. Ik kan de bal gewoon van één kant naar de andere kant gooien. Ga door, Theo! Nee, er was geen goal. Er was een goede actie van Nabil Kalach en daar reageerde ik even op. En, dat kan... en die spatte uiteen op de kruising. Daar zwijnt de Nieuwkoop nu voor de goal. Lekker is een bal ingeschoten via het achterwerk van de verdediger van Nieuwkoop. Gaat de bal aan de onderkant van de lat. En dan is het Nieuwdorp die dat feestje mag gaan vieren namens zijn eigen club. Die bal die is volgens de scheidsrechter en die stond best goed opgesteld achter de doellijn. En dus hebben we hier te maken met de gelijkmaker in deze wedstrijd. Een cadeautje, dat mag je misschien wel noemen. Alhoewel, loon naar werken. Ik durf dat nog niet te zeggen over deze club. De gelijke stand, ja, die staat op het scorebord. En zo kan Nieuwkoop weer opnieuw gaan beginnen om de voorsprong te pakken in deze wedstrijd. Maar het zou zomaar voor de rust nog wel eens een keer zijn slag kunnen krijgen. 39 minuten hier op de scorebord. HMSH maakt de gelijkmaker via het uiterwerk van Ruben van den Berg. Via een onderkant loopt achter de doellijn. 1-1. Ja, nou, voor mij is het niet van de telten. Bij ons is het wel zo met twee. Ja, bij het eerste bij ons is het wel. Kom op, Jop! Kom op! 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 Kom op
Ik had het goed. Ik ben een doodje. Goeie bal, jongen. Prima. Hey! Ik kan op de trimmer. Hey! 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 Hij tegen zijn bovenop, jongens. Hij was het toch lullen, joh. Nu is het al. Slotfase eerste helft, waar het er dan toch van komt. Er is wat emotie en met name aan de kant bij HMSH, bij trainer Douw. Die inderdaad scheidsrechter verwijt dat hij in één richting loopt te fluiten. Met name ook wel van bezoekers uit Nieuwkoop. Zo zou ik het ook uitgelegd hebben, dat kan. Maar in ieder geval is het Tom Nauwens die met de vrije trappen toch wel wat onrust zaait achterin bij HMSH. Opgesteld om de tweede helft mee te maken. HMSH gaat de aftrap verrichten naar het fluitsignaal van scheidsrechter Mulder. Dat is nu het geval. Tweede helft begonnen met een stand van 1. Bij de doelman en dus die kan verkeken. Nieuwkoop in vrij begonnen te zien. Christian Bouwman nog op de zorgbank blijven zitten. Is ook niet noodzakelijk dat hij ingezet wordt. Want verdedigend redelijk voor elkaar. Behalve dan misschien die ene tegengoal waarbij je zag dat Nieuwdorp misschien wel heel veel ruimte kreeg ten opzichte van de verdediging en Zuidervliet. De aanval van Nieuwkoop afgesloten wegens een overtreding van HMSH. Mag Nieuwkoop aan de rechterkant van het veld een vrije trap, een hoekschop op en goede reddingen van de doelman. Nu aan de zijkant weggezet tegen de zijlijn zal hij de bal voor de goal gaan trappen met een vrije trap die te nemen is. Daar komt hij richting de eerste paal. Doelman die komt net voor bij de bal waar Nabil Kalacher ook dreigend was. De bal komt weer voor de voeten bij Tom Nauwens, maar kan daar
kunnen er niets mee. Hamers haalt hij lopen hem! 3 tegen 1 daar in de defensie bij Nieuwkoop. 3 verdedigers ten opzichte van Richard Nieuwdorp. Die het de verdedigers van Nieuwkoop eigenlijk wel veel lastig maakt. Is het de enige kans van Nieuwkoop om daar een tegengas te geven, is de bal over de zijlijn te spelen. De ingooi van Hamers haalt. De duikeling bij Hamers haalt wordt bestraft. De scheidsrechter trapt daar mooi in. Is het net buiten de 16 meter dat Hamers haalt dan een vrije trap cadeau krijgt van de scheidsrechter naar deze duikeling. Nog eventjes wachten met het fluitje. Ja, daar komt hij. De bal draait in en wordt daar net gemist. Daar goed gekeken was dat. Scheidsrechter kwam dermate dat hij 2 keer geel geeft. Dus het munt Nieuwdorp de doelpunt te maken van Hamers Haar. Die de kans te trekken. Als Nieuwkoop nu even het hoofdje erbij houdt, is het Hamers Haar die het zichzelf heeft gedaan. Heel veel verbaal is meer aanwezig. Nieuwdorp is er al vanaf. Dat is hartstikke duidelijk. Dan is het Nieuwdorp. Wat ben je met je dat verzieken? Scheidsrechter! Richard, moeten we niet uitkijken. Hey, Schatje, wat ben je nou aan het doen? Ik zal hem even mee laten luisteren en dan kunnen we eens horen wat er hier vanaf de kant wordt gezet. Ik zeg Schatje, ik zeg dat hij genoeg voor op zijn lichaam. Nieuwdorp is dan degene die mag. Dan gaat deze podcast nog wel even door. En die wil eigenlijk wachten op het moment dat Nieuwkoop de strafschop mag gaan nemen. Nauwens is de enige. Ja, mag even! Hey, lekker zo, hè! Hey. Mag even niet. Is hij met jullie meegereden met de bus? Hey. Lekker zo eentje uit Zoeterwoude, om de hoek. Wat een koekenbakker, zeg. Nauwens voor de trap. En Nauwens. Hij zit wel de doelman heel erg dichtbij. Maar ziet dan de bal tussen de beide handen doorgaan. Dan is het spel nog niet gespeeld. Want opnieuw een gele kaart voor de speler van HNSH. Omdat er dan toch nog weer wat gereageerd wordt. Ik ben de tel. Hij schrijft rechter! Hij voelt het al!
Moet dan gestappen, dan is vervolgens het balbezit niet goed verdedigd. Hé, hey, hey, dan is de bal niet veel schijf. Hoe is het? Dan is het. Kan niet eens! De voorzet komt, de takken gepasseerd en dan is het uitgedeeld door Sebastian van der Voren met het hoofd inleveren bij een speler. Wat is er mee? Wat
En daar staat iemand klaar om hem in te knikken. Ik heb hem niet gezien, maar ik kom er later wel achter. In ieder geval, de thuisloop van gelijk hoogte met z'n tienen tegen de 11 van Nieuwkoop 2-2. Kom op nou! Kom maar, Lex! Noordin, kom maar! Achterin, Noordin! Tweede paal! Kom maar, Alex, kom maar! Vast, Alex, je bent alleen! Kom op, Noordin! Blijf lopen! Kom op, nou! 1-2! Ja, Alex! Wat zijn die voetballen, man? Hey! Ja! Hey! Hoor, het is spannend! Hey, scheidsrechter! Hoor, het is spannend! Hey! Dan legt hij een half uur. Enorme kermis hier op het terrein en is het scheidsrechter die inderdaad daarin meegaat. Heeft een aantal keren niet durven optreden en zich daar zo in de leerzaam heen gespeeld. Ik kan me voorstellen dat je als scheidsrechter daarmee te maken krijgt dat je om je heen werkt. Hij is achterin meegestraft. Zet hij de thuis voor mij heen. Vanaf de strafschoptip. Ja! Hey, Lex! Lex, niet achteruit lopen! Voetballen, vooruit verdedigen! Ja, kom op! De koploper en heeft de voorsprong en is het dus volledig aan het werk te stellen. We krijgen straks eerst de wissel. De lange bal is genomen, is niet in de wissel. Dus laat nog even op zich wachten. Hamzaan weer opnieuw in de aanval. En opnieuw is het Nieuwkoop dat de bal heel simpel heeft ingeleverd bij de tegenstander. Nu dan, de volgende poging. Raken. Ben Spanjaard. Naar Zuid-Zuidenvliet. Lange bal naar Lars de Jonker net niet bij, want het is de doelman die net iets eerder op de rand van de 16 bij de bal is. Lars de Jonker. Zoek Alex! Nog 6 minuten. Loop de klem! Hier wordt bepaald. Die straks. Nu de stand. Hou je organisatie! Voor de goal, jongens! Scheidsrechter! Scheidsrechter! Moet hier. Moeder! Ja. Tien eraf, 12 erop, meneer! Joris! Lekker, moeder! Lekker door! Kom, Dennis! Lekker, meneer! Oké, kom maar, Nieuwkamp! Dennis, kom op, Vicky! Ga doorlopen! Beesten! De laatste 4 minuten staan op het scorebord. Het wordt moeilijk voor Nieuwkoop, want AMSA weet zich te sterken. Vooruit! Gelukt! En dan jouw doelman speelt
vuur aan de kant van Hamers. Ik heb het gespeeld. De toneelschool viert hoogtij hier in Den Haag. En is het uiteraard... Mio! Jongens, achterin! Noordin, achter je! Bij de eigen doelman van de Hoeve. Komt nou een strak. Hij kan de vrije trap te nemen. Inlopende mensen bij de tweede paal. Komt die bal. En dan is het de man die er opnieuw de moeite mee heeft. Maar dan toch weer zijn vuist tegenaan krijgt. Als de rechterkant van het veld van het doel draaien. Dat is inleveren. Twee mensen die daar van Hamers halen de bal aflopen. Maar dan is Ben Spanjaard er sneller bij. Dat is op zichzelf al op. Ben Spanjaard is sneller bij de bal. Waarbij de trainers hebben dat signaal niet afgegeven. Sterker nog, we zijn er al doorheen. En dus alle wissels gebruikt. Dus we krijgen een nummer. Kan ik me dat ook wel voorstellen. Het is een lastige wedstrijd. En Newcastle is eventjes weer op de eigen helft van de Hamers Haan. En daar is het 1-1 kamp voor Hamers Haan. Dat is het! Scheidsrechter Mulder ziet het niet als een actie aan de hand van Mulder. Hij heeft een spanning van niks. Wat moet je doen? Ja, hij had niet helemaal voor eigen succes moeten gaan. Maar goed, hij kan niet maar afgekomen. Ja, hij heeft hem nog niet afgekeurd. Nee, hij zegt eerst van, kom het mij niet uit. Hij staat achter de bal. Eigen beslissing! Ga je eerst wel bij je assistent te raden om te horen of die bal wel of niet gedaan. En dan zet je hem eigenlijk in zijn hand. En dan laat je doorgaan. Glenn. Nee, scheidsrechter heeft het niet gedaan. Die doet helemaal goed. De wedstrijd. Hier komen ze met 4-7-2. Verliezen gaan. Of is het een Vooruit. Lekker vaat, heerlijk! Is een vaas bij de volgende. Je zag gefrustreerd, man. Moet je beter voetballen dan weer gewoon, joh, huile balk. Tegen 10 man die ik heb binnen, kom nou. Heb je eigen spelers gezien, joh, koekenbakken? Schrijf je echt, dan mag ik wisselen! Fabian! Lekker vaat!
Ja, we zijn hier aan het voetballen. HMSH gaat nog wisselen. Veld komt naar de kant. Fabian Kranenburg. Tegen dit nieuwkoop. En kan dan zich gaan opmaken voor wellicht al een mooi einde van deze tweede klasse avontuur. Tot een hoekschot aan de kant van nieuwkoop. Voordat dat allemaal nog waard is. Nog maar een beetje. Dat zou ik maar zeggen, want hetzelfde geld maakt Interlin ook gewoon uit de hand lopen. De doelman zit er goed bij met een vrije schot. En de doelman nog een keer de bal op de de wedstrijd naar zich toe gegeven door 4 goals te scoren tegenover Nieuwkoop. Ik denk dat ze gelijk schrokken.